Ik zit hier dus om 7 uur 's morgens in ons in de Franse Ardennen, buitenverblijfje. En gekampeerd met dat warm weer in de weide, met een prachtig uitzicht. Een weide die we niet maaien. Gewoon de bloemen die overal uitschieten, de boompjes die groeien. En ik ben aan het reflecteren over mijn voorbije jaar. En ik wil nog een filmpje maken, want mijn YouTube-kanaal ligt de laatste maanden erg stil. Omdat ik ook niet goed weet hoe dat ik zo'n kanaal moet doen. Help mij alstublieft. Stel een vraag of breng een thema aan. Dan kan ik daar iets over een filmpje maken. Want ik weet eigenlijk niet goed hoe dat gaat. Ik ben onhandig daarin. Ik wil wel meer tutorials maken, want ik wil mijn kennis verspreiden. Dat is een van mijn doelen. Enfin, ik zit hier dus eigenlijk om te reflecteren over het voorbije werkjaar. En ik kijk dan een keer door mijn agenda. En dan zie ik wat ik dit jaar allemaal gedaan heb. Het is ongelooflijk. Van de ene opdracht op de andere. Gelukkig heb ik altijd samenvattingen gemaakt en reflecties geschreven, want die ga ik nu allemaal verwerken, waarschijnlijk in een volgend boek. Het is een echt overgangsjaar geworden, want ik zeg, ik wil me niet meer positioneren als een trainer in coachopleidingen. Ik wil die coaching achter mij laten. En daar ben ik volop mee bezig. Coaches doen goed werk met cliënten, maar dat is te veel in een vakje. Ze helpen de uitdagingen van de cliënt, ze helpen die mensen een stapje vooruit, maar voor mij gaat dat niet ver genoeg. Mijn missie is om mensen tot bewustzijn te brengen, tot dat ze gesitueerd zijn, dat ze een bijdrage kunnen leveren aan een groter geheel, waarin dat ze leven. Een samenleving die ons nodig heeft, die burgers nodig heeft, die bekwaam zijn om het anders te doen in hun eigen levensstijl om te beginnen, maar ook met hun buren, met hun collega's, het anders doen met elkaar. Dat gaan we nodig hebben in de volgende jaren, volgens mij. Dus ik reflecteer en ik heb dit jaar nieuwe zaken gedaan, fantastische opdrachten mogen doen en die ik dadelijk anders heb gedaan dan vroeger. Om te beginnen heb ik nieuwe cursussen gedaan, de Corporate Activist en in Universiteit van Amsterdam de masterclasses, het ontwikkelen van eigenaarschap in organisaties. En dat is een focus geworden voor de volgende jaren. Ik wil professionals in organisaties sterker maken, bekwamer maken, ondersteunen, om die transitie binnen de organisatie te doen. Mensen zijn heel vaak alleen. En die transitie doen, dat vraagt vaardigheden. En corporate activist, blijkbaar zijn er genoeg rebellen en activisten en professionals, change professionals, die echt het werk en het leven terug korter bij elkaar willen brengen. Zoals ik hier in feite doe. Ik werk altijd en ik werk ook nooit, want werken en leven zitten zo kort bij elkaar. Ik volg gewoon mijn bioritme, mijn goesting. En dat betekent om 7 uur 's morgens een filmpje maken bijvoorbeeld. En straks misschien gaan wandelen of een klusje gaan doen of gaan fietsen. Dat varieert zo gezond dat voor mij echt alles is leven. Dat in organisaties lukt dat niet. En dat komt omdat die systemen zo hardnekkig zijn. En wij kunnen van binnenuit, ik blijf daarin geloven, dat leven en het werk korter bij elkaar brengen, eigenaarschap brengen, de transitie daar beginnen doen, de kanteling creëren, zoals Jan Ropman zegt. Die cursussen ga ik verder blijven doen. Dat was heel succesvol dit jaar. Een ander iets zijn de opdrachten in organisaties. Ik heb een paar zeer mooie opdrachten mogen doen, die ook weer iets nieuws brengen in mijn leven. Dat is dat ik in plaats van een klassieke training te doen of een facilitatie te doen in een vakje, heb ik gaan onderhandelen met de opdrachtgever om dadelijk die opdracht te zien als een transitie van de organisatie, om die kanteling dadelijk te doen in hoe wij bezig waren. In een aantal scholen in Nederland, ja, Nederland is soms verder vooruit, hebben we dadelijk een training georganiseerd waarbij zowel docenten, leraren, leerlingen, begeleiders, maar ook de leidinggevenden allemaal samen in één setting en daar gaan oefenen om het gesprek te voeren met elkaar over bepaalde thema's, zoals bijvoorbeeld het studentenbegeleidingsgesprek. Waarbij dat de leerlingen zelf ideeën aanbrengen hoe dat beter kan. En de docenten dan luisteren naar die leerlingen. Samen school maken is prachtig gelukt. Is echt door te onderhandelen met de opdrachtgever. Een ander voorbeeld daarvan is in de gemeente Emmen, ook weer in Nederland. Waarbij dat de gemeente korter bij de burgers wil komen, wil co-creëren met burgers, maar daar niet in slaagt. 1000 ambtenaren hebben een bestaansrecht om voor die burgers iets te doen. Terwijl die burgers ook allerlei initiatieven doen en men elkaar niet vindt. Er zijn nieuwe patronen nodig om gemeente te zijn. En dat is ook weer zo boeiend in de plaats van dat te faciliteren of training te geven.
hebben in een tentoonstellingsruimte met die schilderijen rondom ons. En in een verlaten zoo, in Emmen, de verlaten zoo gezeten, die context van de gemeente. Prachtig was dat om samen na te denken hoe dat ze als groep kunnen verder ontwikkelen om in die gemeente een verschil te maken. Het zal een lange termijn verhaal worden. Ik volg die opdrachtgever daar per Skype. Dat wil ik ook meer gaan doen om mensen op langere termijn te volgen en te zien hoe dat werkt. En mijn transitiecanvas, iets dat ik dit jaar ontwikkeld heb, het transitiecanvas, die hen helpt om die lange termijn ontwikkeling in kaart te brengen. En change niet te zien als een project, maar als een beweging van leven binnen de organisatie. Dat is mijn nieuw onderwerp. Dat zijn de belangrijkste zaken dit jaar en daar ga ik mee verder gaan. Ik wil de ontwikkelingsgerichte benadering die helpt om de transitie te doen, verder in de wereld zetten, via tutorials, via een nieuw systeem, misschien een licentiesysteem. Het moet veel beter neergezet worden. Dat is iets dat ons netwerk van die professionals in ontwikkelingsgericht werken ook op te pakken hebben. Daar zijn we mee bezig, daar zijn we mee aan het beginnen. Een betere totempaal zijn die straalt om mensen bewust te maken dat die ontwikkelingsgerichte benadering methodieken aanreikt die zo zeer goed die gelaagdheid pakken, die zeer effectief zijn. Daar wil ik mij ook weer verder mee bezighouden. Kortom, ik heb nog veel werk te doen. Dit jaar zijn we ook verhuisd in Gent. We hebben nu een huis gehuurd met een tuin. Dat is ook weer iets nieuws. We voelen ons daar veel beter huis met veel meer licht. En ik zit ondertussen hier in ik wil meer in die Franse Ardennen zitten, in de natuur gewoon. Hier is niks, gewoon altijd maar groen en die vogels en die herten en die uilen. Ah, dat is echt mijn thuis. Maar ik wil YouTube-filmpjes maken, dus help mij om te leren hoe dat ik zo'n kanaal moet doen. Vraag, thema, gooi het maar, ik maak er een filmpje over. Dat doe ik graag. Goeie zomer voor iedereen. Nog 2 dagen en het is 1 juli. Ik heb nog 2 dagen te werken ook. In de maatschappij, daar ginder ver. Goeie zomer.